welkom. Ik ben Raymond en vandaag wil ik het hebben over overtraining. Ik heb deze video onderverdeeld in 5 segmenten. Wat is overtraining? Waardoor gebeurt dit? Hoe herken je dit? Hoe herstel je hiervan? En een voorbeeld. Ik klink misschien wat anders dan normaal, maar het komt omdat ik verkouden ben. Ik ben verkouden omdat ik overreach ben. Dat is de reden dat ik deze video wilde maken. Je hebt 2 verschillende soorten van overtraining. Er zit een verschil in. En heel veel mensen halen deze 2 termen door elkaar. Dan gaat het over overtraining en overreaching. Dat zijn 2 verschillende termen, hier kom ik later op terug. Overreaching, dat kunnen we weer onderverdelen in functionele overreaching en niet-functionele overreaching. Om alles nog wat duidelijker te maken heb ik achter mij het een en ander getekend. Ik wil als voorbeeld welbekende Jantje nemen. Jantje heeft nog nooit getraind. Jantje wil meer bankdrukken. De eerste keer dat hij ging bankdrukken, kon hij 50 kilo bankdrukken. Als Jantje functioneel overtraint, dan kan hij op dag 0 50 kilo bankdrukken. Dat is de eerste keer dat hij dit deed. Op de eerste dag, na de training, voelt Jantje zich een beetje vermoeid, een beetje spierpijn, etc. Hij slaapt goed, hij eet goed. En op dag 2 herstelt hij en kan hij waarschijnlijk 55 kilo bankdrukken, omdat hij goed is hersteld. Nou, na die 55 kilo bankdrukken voelt hij zich weer vermoeid op de 3e dag. En op de 4e dag kan hij misschien wel 60 kilo bankdrukken. Jantje is dus hersteld in enkele uren tot enkele dagen. En zo blijft hij doorgaan totdat hij een keer vastloopt of iets dergelijks. Dat is dus functioneel overtrainen. We hebben ook niet functioneel overtrainen. Jantje begint nogmaals met trainen met die 50 kilo. De dag daarna voelt hij zich wat vermoeid, wat spierpijn. De dag daarna kan hij meer bankdrukken. Alleen wat er dan gebeurt, op dag 3, hij voelt zich eigenlijk niet zo lekker. Dat is een rustdag. Hij voelt zich een beetje, niet zo. Hij heeft spierpijn. Stom toevallig moet zijn kind naar het ziekenhuis, brengt stress met zich mee en dan begint zijn vriendin ook nog eens een keer te zeuren. Goed, hij besluit toch om te gaan trainen. Wat gebeurt er? Hij gaat eigenlijk verder en verder omlaag. Training ging ook niet zo lekker en het bankdrukken, hij zat misschien maar op 45 kilo. Nou, wat er gebeurt is, dag 4, hij herstelt wel, alleen hij zit nog steeds onder die 50 kilo. Misschien dat hij die training 47 kan. Daarna voelt hij zich niet lekker en hij denkt, weet je wat, ik ga niet sporten, ik ga niet trainen, ik heb er ook geen zin in, de energie raakt een beetje op, etc. Ik ga misschien even een biertje drinken van het weekend, is niet de beste manier om te herstellen, maar goed, hij ontspant. Hij voelt dit aankomen en op dag 6 plus voelt hij zich lekker, voelt hij zich hersteld en kan hij waarschijnlijk 55 kilo bankdrukken. Omdat hij dit heeft voelen aankomen en een rustdag heeft genomen. Is dit de functioneelste manier? Nee, natuurlijk niet. Want als wij hier op dag 6 kijken, had hij misschien wel 65 kilo op kunnen bankdrukken. En hier binnen 6 dagen misschien maar 55. Het herstel hiervan is enkele dagen, maar kan ook enkele weken zijn. Dan komen wij bij overtraining aan. Jantje, 50 kilo, hij gaat weer trainen. Maar doordat Jantje niet lekker in zijn vel zit, waarschijnlijk iets van ruzie of iets dergelijks heeft, gaat hij op dag 2 weer trainen. Kan eigenlijk maar 47 kilo bankdrukken, dus 3 kilo minder. Voelt zich niet lekker. En zo blijft het doorgaan. Omdat Jantje niet slim bezig is en allerlei andere stressfactoren heeft. Het herstel hiervan kan enkele weken tot enkele maanden zijn. Dit is natuurlijk wel kort en bondig. Je bent niet zomaar overtraind. Waardoor gebeurt dit? Dit gebeurt door excentrieke factoren, intrinsieke factoren of een combinatie hiervan. Een aantal excentrieke factoren zijn bijvoorbeeld stress door je werkgever, ruzie met je vrouw, geldproblemen, een auto-ongeluk, etc. Intrinsieke factoren zijn ziek zijn, een blessure hebben of het misbruik maken van anabolen. Achter mij heb ik een aantal ballonnen getekend en ik wil daarbij wat meer visualiseren en de stressfactoren zien we als lucht. Dus de lucht zijn de stressfactoren. Als jij functioneel traint. Jij traint, het ballonnetje heeft een normale spanning.
Je traint, er komt dus stressvrij trainingstress, meer lucht, het ballonnetje wordt groter. Daarna heb je een paar dagen rust, of één dag, twee dagen. Daarna wordt het ballonnetje weer kleiner. En zo blijf je heel de tijd switchen tussen de twee ballonnen. En je prestatie wordt dus telkens beter. Als wij niet functioneel trainen, dan beginnen wij weer bij het normale ballonnetje. Er komt een stressfactor bij, dus onder andere training. Zou je weer terug kunnen gaan dat je goed rust hebt gegaan. Maar 1, 2 maanden, weken later komt er meer stress, bij. En op het moment dat je eigenlijk in de middelste fase zit, om Jantje weer even als voorbeeld te nemen, gebeurt er bijvoorbeeld een auto-ongeluk. En daardoor komt er nogal wat stress in je leven. Dus al dat lucht komt allemaal in die ballon. En die ballon die rent heel scherp te staan. Die begint bijna te scheuren. Hij begint hartstikke groot te zijn. En dat is een gevaarlijk punt. Want als Jantje nu geen rust zou nemen, dan zou hij dus naar overtraining toe kunnen gaan. Als dit enkele weken tot maanden volhoudt. Bezig blijft. Maar als Jantje dit aanvoelt komen en hij denkt, nou het is stress en laat ik even wat rustiger aandoen, dan kan hij dus weer teruggaan om vervolgens weer functioneel te trainen. Oké, Jantje besluit, ik ga dat niet doen, ik ben lekker eigenwijs, ik ga toch lekker gewoon blijven trainen en er zijn allerlei stressfactoren. Nou, Jantje raakt overtraind, dus om hier weer opnieuw te beginnen, hij begint te trainen, er komen stressfactoren bij, de ballon wordt weer groter en groter, tot op een gegeven moment de ballon klapt. Jantje is overtraind. Jantje is overtraind, maar hoe herkent hij dit? Hoe herkent hij deze functionele overreaching, de niet-functionele overreaching en overtraining? Functionele overreaching herken je onder andere aan vermoeidheid, sporten kost meer moeite dan normaal, onrustig en spierpijn. Niet-functionele overreaching herken je onder andere aan vermoeidheid, afname van prestatievermogen, slapeloosheid / inslapen kost meer tijd, een onrustig gevoel, snel geïrriteerd, vermindert concentratievermogen, verhoogde rusthartslag, verminderde eetlust, spierpijn / spierstijfheid, verlaagde weerstand, gewicht / spiermassaverlies. Als je echt overtraind bent, dan herken je dit aan continu moe zijn, continu niet kunnen presteren, slapeloosheid of juist heel veel slapen, depressieve gevoelens, afgenomen eetlust, ontregelde rusthartslag, grote concentratieproblemen, verlaagde weerstand / ziek en gewicht en spiermassaverlies. Oké, nu je weet wat overtraining is, waardoor dit gebeurt en wat de symptomen zijn, willen we als laatste weten hoe we hiervan herstellen. Je herstelt het beste van overtraining door rust / veel slapen, goed en genoeg eten en dan natuurlijk wel goed voedsel, niet sporten en ik weet dat er heel veel mensen zijn die graag door willen sporten, doe het dan letterlijk op 50% van je kunnen. Blijf lang bij je spierfalen vandaan, zoek langer na niet je grens op. Onder andere yoga, meditatie, stretchen, zulke soort dingen. Of gewoon een compleet andere hobby doen wat niet al te belastend is. Zoiets simpels als lopen of gewoon een avondje lekker bij je vrienden zijn. En ik wil deze video beëindigen als laatst met een voorbeeld. Achter mij heb ik een normale week voor mij opgeschreven. Die zal ik zo snel mogelijk doorlopen. En wat ik hierbij wil vertellen is dat ik de afgelopen 3 maanden een schema aan het volgen ben wat op 50% van mijn kunnen begon, dus bankdrukken, squatten, deadliften, etc. 50% van mijn kunnen, de week daarna 55%, 60%, totdat het op een gegeven moment heel zwaar werd. Dus wat er aan deze weken vooraf is gegaan, is dat ik een week of 5 geleden vastliep op mijn gewicht. Ik had het telkens opgebouwd, ik liep vast, het lukte niet. Nou, kan gebeuren, probeer het de week daarna nog eens, lukt nog steeds niet. Probeer het de week daarna nog een keer, het gaat nog steeds niet, het is gewoon te zwaar. Oké, dus ik neem 2 stappen terug. Dus ik bouw het weer op en het gaat. En ik bouw het weer op en het gaat. En ik bouw het daarna weer op en het gaat weer niet. Ik loop vast. Ik loop weer 3 keer vast. Ik zet weer een stapje terug en ik ga verder. Toen was ik 2 weken geleden, liep ik eigenlijk op alle lifts liep ik vast. Goed, probeer ik het vorige week weer. Weer liep ik vast. Moet je nagaan, dat is eigenlijk al een hele grote stressfactor. En toen begon deze week. Dit is een normale week. Maandag tot en met vrijdag werk ik gewoon van 5 tot 5. Ik zet om 5 uur mijn wekker, ik ben ongeveer om 5 uur thuis. Daarna ga ik mijn brood maken, etc. Avondeten heb ik een uurtje de tijd voor, dan komt mijn eerste klant. Daarna ga ik zelf trainen en eigenlijk na het thema eten. Op woensdag is mijn videodag. En dan hebben we vrijdag, zelf haal, als ik dan thuis kom. Nog, en dan meestal ben ik helemaal gaar op die zondag.
Wat er dus deze week gebeurde, is dat ik lekker 3 keer aan de week aan het trainen was. En dat ik dus vastliep. Die afgelopen weken dus vastliep. Donderdag vroeg mijn werkgever: Raymond, kan je overwerken? Ik zei, nou eigenlijk niet. En inderdaad, het moest af. Goed, dan kom ik maar. Dat brengt wel enige stress met zich mee. Ballonnetje wordt groter. Ik moest natuurlijk één klant afbellen. Hij niet blij, ik niet blij. Goed, kan gebeuren, dat was allemaal niet zo ramp. Die heb ik verschoven. Dus die moest ik hier weer ergens tussen poppen. Dat brengt dan weer een wat lichtere stress met zich mee. Het werk was hartstikke zwaar. Ik was helemaal gebroken en ik voelde al van, ik heb geen zin meer. Ik liep er maar bij en het was gewoon een hele zware dag. Ik ben tot 8 uur 's avonds bezig geweest. Eer ik thuis was, was het ongeveer 8:30. Nou, van 12 tot 8:30 niet gegeten. Als je dan helemaal thuis komt, ik woon alleen, staat er geen eten klaar, helemaal niks. Heb je ook geen zin meer in, heb je ook zoiets van, weet je wat, het komt vrijdag wel. En dan sta je vrijdag eigenlijk niet zo goed op. Dus vrijdag stond ik eigenlijk op. Ja, die dag was ook al zwaar, omdat ik de dag ervoor eigenlijk wat te veel mijn best had gedaan. Dan ga je s'avonds nog allerlei dingen doen. Onder andere met mijn werk, dus bezig, het tweede werk. Dan voelde je eigenlijk niet lekker. Dus ik voelde me eigenlijk al een beetje verkouden. Ik voelde eigenlijk eerst keelpijn die vrijdag. Zaterdag voelde ik me meer keelpijn. Voelde ik me een beetje verkouden worden in de loop van de dag. Nou, toen moest ik ook nog gaan trainen. Ik had al niet zoveel zin. En natuurlijk ging het bergafwaarts. Daarna, s'avonds, met vrienden hier gezeten. Werd wat te laat. Heeft heel veel energie gekost. Toen merkte ik dat ik nog verkouden en dergelijke werd. Was het zondag, ik stond op, klaar. Maar goed, die zondag moeten er wel dingen gebeuren. Er komen klanten, ik moet video's bewerken en ik voelde me niet lekker. Dan kan je begrijpen dat ik dus nu in de fase zit van overreaching en dan niet functioneel. Dat is dus een opstapeling van factoren, omdat ik de komende weken en de afgelopen weken en de afgelopen maanden met mijn schema op heb gebouwd naar een zwaar punt. En dat lukte telkens niet wel. Dat is een hele grote stressfactor. Daarna kwam het overwerken. Wat gebeurt er daardoor? Mijn afweersysteem en immuunsysteem, dat verlaagt. En daardoor krijg je dus een griepje, voel ik me niet lekker. En ben je dus niet functioneel overreached. Bedankt voor het kijken. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Of kijk onder deze video. Daar staan allemaal diverse andere links met allemaal handige tips en tricks. Tot de volgende keer.